Een heel goede middag. Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het Seniorenjournaal. Wat krijgt u dit keer te zien? That body keep on rocking. Do what you gotta do. If I think there's something different, is that what I feel I need to do? I don't wanna turn out ignorant, so I won't be no fool. No. I sit back and meditate for my chance to be a fool. Dames en heren, van harte welkom bij de officiële opening van onze De Heek Info Store. En als directeur van De Heek & Partners ben ik zeer verheugd dat u alle aanwezig bent. Ik mag u dan ook welkom heten, mede namens Sander Hanenberg, onze marketingmanager. En daar loopt hij is nog heel druk bezig. Yannick Bouwhuis, onze winkelmanager. Een speciaal woord van welkom voor onze wethouder, Saskia Bruines. Zeer vereerd dat u deze taak op u wil nemen samen met Sander om de winkel te openen. Ja, een heugelijk feit natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Dit maak je niet vaak mee, dat er zo'n winkel wordt geopend hier op het station. En het lijkt mij overduidelijk waarom dat gedaan is. Ik bedoel, de mobiliteit, dat wordt een ding in deze stad. Iedereen mag met de trein komen tegenwoordig, althans dat is de bedoeling. En dan komen ze als eerste hier langs die prachtige winkel als ze naar buiten lopen. En daar tegen die schutting aanlopen die maar niet af wil komen. Het is hier geweldig. We hebben een prachtige winkel, een prachtige shop. Met heel veel hele mooie producten van Haagse ondernemers. Maar er zijn nog veel meer ondernemers. Ook vanuit al die nieuwe groepen mensen die al sinds lange tijd of kortere tijd in onze stad wonen. Dus die horen er ook bij. Maar ik ben wel heel erg trots als wethouder van deze stad dat we nu hier deze winkel mogen openen. Ook dit informatiepunt. Hi, mijn naam is Yannick Bouwhuis. Ik ben de shopmanager van De Heek Info Store, oftewel de VVV Den Haag. Wij zijn sinds kort verhuisd naar het Centraal Station. Officiële adres Koningin Julianaplein 10-50. Ik fiets hier dus net naartoe. Toen dacht ik, waar zal ik het nou eens over hebben? Laat ik nou eens één ding uithalen. En misschien dacht ik, we hebben hier te maken met marketing van Den Haag, met het verkopen van Den Haag. Misschien is het goed om eens even stil te staan bij een wetenschappelijk, empirisch bewezen feit. Namelijk dat meer dan de helft van onze stad inmiddels bestaat uit mensen, wat we dan noemen van een niet-Haagse afkomst, of dat we dus ook eens gebruiken, niet-Westerse afkomst. Dat is een feit. Ik vind het wel heel blij om mogen zijn. Want dat betekent dat deze stad in al zijn algemeniteit aan het veranderen is. En verandering is altijd mooi. Verandering betekent in de regel dat je erop vooruit gaat als mensheid. Heb ik althans nog steeds het idee. Gelukkig komen er steeds meer mensen met de trein. En iedereen die hier aankomt, alle toeristen, alle bezoekers van onze stad, vinden hier gewoon direct een plek waar ze informatie kunnen krijgen over wat er allemaal te doen is in de stad. Ze kunnen kaartjes kopen voor allerlei tentoonstellingen, voor voorstellingen, voor noem maar op. Plattegronden van de stad, maar ook als ze weer terug naar huis gaan, een souvenirtje meenemen. I'm rushing, always stunting, never breaking through. If I can change one little thing, that's what I think that I should do. Now I don't wanna turn out ignorant, so I won't be no fool. We zijn geopend maandag tot en met zondag en bij ons kan je terecht voor informatie over de stad Den Haag, excursies, tentoonstellingen, tickets voor musea en uiteraard hebben wij superveel leuke producten van Haagse lokale ondernemers. En toen dacht ik bij mezelf, even kopen hier natuurlijk de bekende Haagse zaken, de Ooievaar, Groen Geel, Haagse Jantje, Haagse Harry. Maar de verbinding maken met die nieuwe groep mensen die er is, wat ik dan even nieuw moet noemen, lijkt mij essentieel. Zeker als het gaat om de marketing van de stad ook. Hou je Haagse moet natuurlijk ook voor hun een betekenis hebben. En er is natuurlijk maar één Haagse Harry, maar misschien valt het te denken, en ik kijk even naar meneer Duivenstein, die zit beter in deze materie. Misschien valt het te denken aan een Marokkaans poppetje, of misschien wel een hele serie action figures.
van mensen die deze stad bevolken. Het zijn er 140 nationaliteiten, dus we kunnen nog even door. Ik zou het fijn vinden als we daar een beetje proberen aan na te denken als we deze prachtige dingen aan de mensen verkopen. Want dat hoort natuurlijk bij de stad, maar die stad moet ook als zodanig worden beleefd door de lieve mensen in die stad. Ik koop ze heel vaak zelf dingetjes in deze winkel, omdat ik het heel leuk vind om dat ook aan mensen te geven. Dingetjes van Den Haag en van onze eigen ondernemers, om die daarmee te steunen. Nou, we wilden eigenlijk wat meer zichtbaar zijn. Wij kregen toch wel de afgelopen jaren te horen dat we niet goed vindbaar waren in de Centrale Bibliotheek. Ik moet wel zeggen dat we daar 10 jaar met plezier hebben gezeten. Het contract liep daar ook af, dus ja, en er kwam hier een mooie locatie vrij. 1+1=2 en zodoende zijn we de verhuizing zeg maar aangegaan. Het was mij ook een grote eer een paar jaar geleden toen de Syriërs hier naartoe kwamen, de Syrische vluchtelingen, om met al die mensen die nog nauwelijks in Nederland waren, nog nauwelijks überhaupt geen idee hadden van de taal, om ze dan toch binnen 2 uur ons Haagse volkslied te leren. En toen heb ik toch met 50 asielzoekers en vluchtelingen O.O. de Haag staan zingen. De stad mag blij zijn met deze mooie plek, maar vooral ook al onze nationale en internationale bezoekers, waarvan we hopen dat er weer heel veel, heel snel naar onze stad toekomen. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd nodig gemist. En daar maken we ons natuurlijk allemaal ook wel een beetje zorgen over. En we wilden ons ook wat meer inspelen op de duurzame reiziger. Die natuurlijk hier via de treinen allemaal onze mooie stad binnenkomt. En die kunnen dan gelijk bij ons terecht om vervolgens geïnspireerd te raken en de stad verder in te gaan. Ik denk dat we dat soort verbindingen moeten gaan zoeken met z'n allen in deze stad. En dat wil ik jullie graag meegeven bij deze overigens natuurlijk fantastische gelegenheid. Laten we niet vergeten dat de stad aan het veranderen is en veranderen vooral mee. Want daar worden we met z'n allen, vind ik altijd nog steeds, veel beter van. Woehoe! Ja, mooi. De reiziger die daar met de trein vanuit Schiphol komt, hier gelijk het Haagse gevoel te kunnen laten overbrengen. En dankzij alle ondernemers en partners die daar aan meewerken, denk ik dat we daar hier prima in zullen gaan slagen. Dus dank daarvoor. Dankjewel. Heel blij dat ik hier mag spreken over de wijkagenda voor Houtwijk voor 21 tot 2024, die door u is opgesteld. Het Stadsloos Duinen gaat samen met u aan de slag met de uitvoering van de wijkagenda. En die is niet in beton gegoten, want de komende jaren kunnen er nog allerlei acties bij komen. Wat opvalt ook bij kinderen en volwassenen is voornamelijk onderhoud van het groen. Dat is best lang niet gedaan. Het is altijd wel heel typisch dat volwassen mensen dat zeggen, maar dat ook kinderen van 6, 7 dat aangeven. Hier is tientallen jaren achterstallig onderhoud voor in de openbare ruimte. Als je ook hier rondes doet, dan zie je ook de vervuiling van de wijk. Het ligt toch voor een deel aan de bewoners en niet alleen aan de gemeente die hier daar ook wat vaker zou kunnen ophalen, wat sneller reageren op meldingen dat er iets mis is. Jullie vinden het onderhoud van groen en van de straten het belangrijkste, zo blijkt. En jullie willen dat het schoner wordt. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Nou, vanuit Stedion investeren we in deze wijk ook in groen en leefbaarheid. We staan nu in de binnentuin aan de Dr. H.E. van Gelderlaan. En ik hoop dat je deze binnentuin volgend jaar eigenlijk niet meer herkent. Want over 2 weken mogen de bewoners hier kiezen wat voor ontwerp hier uitgevoerd moet worden. Want dan gaan we de hele tuin opnieuw aanleggen. En voor de rest in de wijk willen we mensen helpen om hun eigen voor- en achtertuin op orde te krijgen. Ook daar hebben we verschillende ideeën opgehaald. En daar mogen de bewoners ook stemmen welke van de ideeën er uitgevoerd moet worden. Nou, dit zijn de 3 thema's die bij de wijkagenda eruit zijn gekomen. En het thema waar ik me vooral mee bezighoud, dat zijn jongeren in de wijk. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan voorzieningen voor 12-plus jongeren, die nog wat meer speelplekken te geven. Nou, ze willen ook buurtactiviteiten organiseren waarbij jong en oud samen kunnen deelnemen aan de activiteiten. En met de wijkagenda komt er straks meer aandacht voor jongeren. Wat leeft er onder jongeren? Wat vinden ze goed gaan in de wijk? Wat vinden ze minder goed gaan? Dus ja, dan is dat natuurlijk heel mooi dat je dat kan vertalen in zo'n wijkagenda. En daarnaast kijken we of we bijvoorbeeld jongeren nog toegang kunnen geven tot de mooie sportparken van Houtwijk. Ook als ze geen lid zijn van de vereniging en als het sportpark normaal gesproken dicht is. En hiervoor werken we samen met SV Houtwijk.
We zitten bij het kinderraad. Mijn zus, zij zit al veel langer bij het kinderraad. En we doen heel veel leuke dingen. We gaan soms naar het winkelcentrum, gaan we ook daar opruimen. Vanuit de kinderraad is er input gevraagd van waar zouden jullie aan werken, wat vinden jullie belangrijk. Zij hebben een tekenwedstrijd gedaan op school. Daar zijn onze ideeën tekenen. Ik heb getekend om veel groen te hebben in het park, veel natuur. Ik heb dus een put gemaakt waar je sigaretjes in kon omgooien, dat er minder mensen het op de grond gooien. Dat. Zijn we ook gewoon meegedacht met als de volwassen mensen in de buurt? En een heleboel mensen maken zich zorgen, ergeren zich aan de hondenpoep. Nou, daar heb ik wat minder last van, want ik zit op een fiets meestal. We hebben ook besproken dat we hondenpoep gaan verven in felle kleuren, zodat iedereen kan zien hoeveel poep er door het park is en zo. De gemeente voert nu de opknapplannen voor Houtwijk uit en we kijken samen met het wijkberaad wat er nodig is om de buitenruimte van Houtwijk weer op orde te krijgen. En dat is nodig. Ik hoop eigenlijk dat we alles wat we aan gaan pakken de komende jaren, dat de bewoners er echt goed bij betrokken zijn. Middels activiteiten voor jong en oud willen wij toch zorgen dat er gewoon een goede sfeer en een goede relatie is, ook tussen de jeugdigen en de oudere bewoners in de wijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat het voor iedereen leefbaar en fijn is. En ook zorgen we voor een wijkbudget van 30.000 euro. En daarmee maken we Houtwijk straks nog leuker en nog mooier. Want het is uw wijk en samen maken we uw wijk mooi en groen. Ik gooi ook niet mijn etensresten onder de tafel omdat ik binnen zit. Dus als ik het binnen niet doe, wil ik het buiten ook niet laten gebeuren. Dit zijn Mehender en Derwish, onze afvalaanpakkers. Een Haagse veger en een bewoner met beide hetzelfde doel. Een schone buurt. Want eerlijk is eerlijk, dit straatbeeld heb je liever niet. Maar wie ruimt het op? Waarom ik het vervelend vind en vreselijk vind, is puur om reden dat ik niet kan begrijpen dat mensen het zo zelf vervuilen. En geen besef hebben dat het, als het schoon is, dat iedereen plezier ervan heeft. Als ik aan het werk ben, kom ik heel veel zwerfvuil tegen. Zoals blikjes, plastic. Ja, het is mijn werk, dus ik moet het wel opruimen. En ik vind het wel prettig om schone straat te hebben. Want ja, je loopt er zelf ook doorheen, dus dan wil je het natuurlijk schoon hebben. Dus ook voor de burgers. Het is een mooie wijk. We hebben de markt hier, we hebben het wijkpark hier. Ik zou er voor geen moment weg willen. Alleen ja, de viezigheid. Maar daar probeer ik zelf iets aan te doen, dan denk ik alleen maar te klagen. Als het schoon is, voel je je prettig bij. Het geeft een goed gevoel. En daarom denk ik van nou, wie het doet, zal mij een worst wezen. Het moet in mijn dichte omgeving gewoon lekker schoon zijn. En zo ben ik begonnen. Als wij de straten schoon hebben gemaakt, dan komen de bewoners en zetten weer een vuilniszak neer. Dan wordt de straat weer vervuild, want die meeuwen die scheuren die zakken open. En dan lijkt het net of je heel weinig hebt gedaan tot niets. En dat is niet zo. Goed dat u bezig bent. Dit is weer voor de zoveelste keer. Ja, het is altijd raak hier. Ja, maar gewoon volhouden. We gaan het samen doen. Als ze zien dat wij het opruimen, hoop ik dat ze ook mee gaan doen. Ik hoop het ook, ja zeker. Ja. Het is een mooie wijk en dat moeten we zo houden. En dat kan ik niet alleen, maar daarvoor zijn anderen ook hard nodig. Het stimuleert me ook dat de burgers ook meehelpen om het schoon te maken. Je moet het ook samen doen. Samen houden we de stad schoon. Doe je mee? Pieter gaat speciaal voor het Seniorenjournaal weer op zoek naar maaltijdprojecten in de Haagse regio. In Aan Tafel willen we u laten zien wat er in Den Haag op dit gebied allemaal gebeurt, waar je heerlijk kunt eten. Voor deelname neem contact met ons op. Seniorenjournaal, Westeinde, 167, 2512, GX, Den Haag. redactie@seniorenjournaal.org. Alvast bedankt.
We hebben een bijzonder verhaal klaarstaan uit het archief van Stichting Haagse Herinneringen. De bloem vergaat, maar 'tis om 't zaad. Jacob Cats. Mijn voorouders waren boeren in Andijk, in de kop van Noord-Holland, bekend als de Koolstreek. Boeren teelden hun eigen zaad. Marskramers kwamen bij hen om koolzaad te kopen voor de verkoop naar Oost-Europa. Deze handel nam zodanig toe dat men voor deze marskramers zaad ging telen. Zo werd de Nederlandse zaadhandel geboren. In 1811 is de eerste geregistreerde handel een feit. Dit blijkt uit de kwitantie die bewaard is van mijn bedovergrootvader Dirk Rood, toen hij 10 cent belasting moest betalen voor de hem geleverd knollenzaad. De firma van mijn voorouders ontwikkelde zich voorspoedig, tot de financiële crisis in de jaren 30. Er volgde een faillissement. Mijn vader vertrok naar het Westland om opnieuw te beginnen. Hij koos het katholieke dorp Wateringen, omdat daar nog geen zaadhandelaar gevestigd was. In een protestants dorp had het geen zin om zich te vestigen. Katholiek kocht bij katholiek, protestant bij protestant. Ook de Westlandse mentaliteit kwam overeen. Na de oorlog had mijn vader veel succes met onder andere zijn bloemkoolrassen. Een reclamespreuk die lang bleef hangen was: Romax, de ambtenaar onder de bloemkolen. Het laatst beginnen, het eerste klaar. In 1973 begon ik mijn eigen handel in tropische zaden. Wat betekende dat ik de hele wereld afreisde om goede leveranciers te vinden. Zo bouwde ik mijn internationale netwerk op. Bij mijn eerste eigen handel werd ik uitgeprobeerd. Er werd mij om philodendronzaad gevraagd. Daar had ik geen benul van. Maar ik vond het zaad, leverde het en na een maand ging ik vragen om betaling. Die rotzooi betaal ik niet. Ik werd weggestuurd. De volgende dag stond ik stipt 8:30 weer bij hem, in keurig pak en stropdas. Ik glipte zijn kantoor in en elke keer dat hij telefoon kreeg, vroeg ik hem op luide toon: wanneer betaal je me? Hij belde de politie. Ze kwamen met 2 man en een boevenwagen. Om 12:00 had ik mijn geld. Ik dacht, als ik zo mijn geld moet verdienen, dan kan ik beter onderwijzer worden. Nee, zei een vriend tegen mij. Je hebt nu bewezen dat je voor de handel geschikt bent. Zo ben ik tot 2011 doorgegaan met mijn internationale handel in tropische zaden. Maar nu is het mooi geweest. 200 jaar zaadhandelaarsgeschiedenis sluit ik hiermee af. De handel en wandel van mijn voorouders en van mijzelf heb ik vastgelegd in een boek. Erfgoed. Herinneringen van een zaadhandelaar. Te verkrijgen bij www.mijnbestseller.nl. Ik garandeer u een zeer levenswaardige familiegeschiedenis. Een van onze redactieleden was de gast bij een presentatie van het charmante Louis Couperus Museum. Couperus visited Spain in 1913, together with his wife and with his good friend Orlando. And the fact is that Orlando paid for the whole trip. So if he hadn't done that, Couperus would have never been to Spain.
So we really have to thank his good friend Orlando. We zijn vandaag te gast in het Louis Couperus Museum voor een opening van een bijzondere tentoonstelling. Wat heeft u met Couperus? We all know who Couperus was, such a good writer, much with the big writers in French or English. But I didn't know that he had any relation with Spain. I know he has written several books, some of them very much painting the Dutch society. I know that we have in front of my residence, by the way, his statue there. So we all know. I knew that he had lived in Italy, and I knew he had traveled, but I didn't know that he loved so much Granada, especially. So why did Louis Couperus write a novel about a minor figure in world history? It seems strange to us, because Bob Dylan was the last ruler of a tiny emirate of Granada that fell to the Spanish Catholic monarchs in 1392. But a footnote in the long story of the Reconquista, because by that time Spain had become already mostly Christian. The Alhambra, the last resort of Bob Dylan, just before his exile to the northern shores of Morocco, became a palace, and later on was abandoned. And the abandonment was such that part of the complex was even blown up by the troops of Napoleon Bonaparte during the Spanish War. In the first room, the room behind you, we live in 1913, and we have highlighted three towns that Couperus and his family visited: Cordoba, Barcelona, and Avila. And then, in the room where we are now, it's all the Alhambra and Granada, 1492. Well, I think this was a marvelous idea, and I think it should be very interesting also for the Dutch citizens to know probably a little bit more about this writer, not only to focus on the main books that are known, but to know that he was a big traveler. And that he had written things about other countries, and that he had written about history of other countries. I think that should be with a good publicity to make people come and see it. Century, the story of its last occupants came to be widely known, a story that would also reach Louis Couperus. Abdir, or Abu Abdullah Muhammad XII, as he was known to the Moors, or Zaboibi, which I think is Andalusian Arabic for the unhappy or the unfortunate, became a hero of struggle and resistance for the Romantic poets, and later on for the rites of the decadence. Abdir became the last man standing, carrying the load of a splendid civilization far superior to its enemies, he was doomed to fall. Through Bob Dylan, the literary West fell in love with Islam. Fatal love story, because the Western poets and writers did not stop to emphasize the noble character of its protagonists, while at the same time indulging in a fantasy of doom, sensuous passivity, and feminine weakness that can be found in a man. Couperus' feelings about Spain were mixed. He felt a stranger and wrote about it, omdat het noodlot het nu eenmaal gewild heeft, ben ik olezen in Spanje. De toekomst sluiert zich in het ongewisse. Een vreemdeling als ik ben in mijn eigen ongewisse toekomst. And I think it would be very interesting, because I have also learned after my speech, by the way, that this book,
the ongelukkig. It's not even translated into English, so it could have an interesting public in Spain, besides the public in the Netherlands and in other countries also. So I think it would be very, very, very good, very satisfactory. I hope we could do something. Zij voelde zich zeer sterk, zeer machtig, zeer zeker van de eindelijke zege. Maar als de stad daar zo lag in haar manenlicht, te blanken, bijna spokig te schemeren, een schim van de stad in haar mistig dal, dan voelden de sterken en zekeren bijna een onzichtbare angst. Wat was het toch, die vreemde suizing van de toonvreem die omdreef? Het was als een adem, die stil suisde om hen rond, als een witte koorts, als een huivervolle betovering, als een geheime stille kracht. Die got really inspired by the remnants of the Moorish past of Spain. In Granada, he decided to write a historical novel about the last Muslim ruler, who is called the Unfortunate, in Dutch, de ongelukkige. And that's also the title of the book, of the famous book of Copernicus. Anyway, thank you very much, and I declare open, since I was supposed to open the exhibition, I declare open this exhibition, and thank you for your invitation. Very nice. Enige jaren geleden heeft mijn man een einde aan zijn leven gemaakt. Als verwerking heb ik dit bundeltje geschreven. Graag wil ik u hier wat uit voorlezen. Het ga je goed, mijn lief. Je koos ervoor om weg te gaan, zonder tas met kleren, zonder auto of fiets, zonder de stok die je nodig had met lopen. Het ga je goed, mijn lief. Je dacht stiekem te kunnen gaan, zonder overleg met mij. Maar loeiende sirenes verkondigden je vertrek. Het ga je goed, mijn lief. Je lievelingsblouse heb ik je nagebracht, zodat je er mooi uit zou zien. Omringd door geliefden moest ik je laten gaan. Het ga je goed, mijn lief. Wanneer mijn handen het diertje strelen, zijn mijn gedachten bij jou. De knuffels op het warme vachtje zijn voor jou bedoeld. Haar houd ik tegen me aangedrukt, omdat dat met jou niet meer lukt. Ik wist niet dat verdriet zo intens kon zijn, dat je ervan doordrenkt kunt raken, verdriet kunt zijn. De eerste weken kon ik niet huilen en voelde me daardoor schuldig. Maar daarna kwamen de tranen en ze komen nog steeds. Dank voor uw aandacht. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor uw aandacht, een prettige week gewenst en graag tot ziens.